Deze beelden zijn gemaakt door een fietsenmaker uit Tilburg. Hij is bestolen van een crossfiets. En de dader is de man naar wie we nu kijken. Deze man zoeken we vandaag voor de gewelddadige diefstal van een fiets. Ik was net klaar met het opknappen van een BMX-fiets. Die wou ik voor de show ook, voor mijn winkel neerzetten. Had ik hem net op de stoep geplaatst. En achter mij liepen er tussen twee dames naar binnen. Die ging ik helpen. En ik was met ze aan het praten. En echt binnen een tijdsbestek van 1 of 2 minuten kwam er een jongen voorbij mijn winkel. Die pakte die fiets en die was gewoon aan het wegfietsen. En dat zagen we met de klanten samen gewoon gebeuren. Dus ik was de fiets aan het verkopen bijna aan hun. Maar ik heb die fiets moeten pakken om achter de dief aan te gaan. We spreken over dinsdag 18 maart. En de plaatsverhandeling is hier aan de Korvelseweg in Tilburg bij fietsenhandel Wereldbike. Zo rond 1:30 of 2 steelt die dader die fiets. Het is een crossfiets van het merk BMX Instinct. Maar het blijft niet alleen bij de diefstal van die fiets. Een paar straten verderop heb ik hem te pakken gekregen. Zijn we in een worsteling geraakt. Hij heeft die fiets nog op mij gemikt. We zijn uiteindelijk op de grond, ging het ook redelijk verkeerd. Want toen had hij mij net in de verkeerde greep vast, waardoor ik zonder adem kwam te zitten. Dus het werd allemaal best wel benauwd op een gegeven moment. Ja, en toen stond ik op, was helemaal buiten adem. En toen dacht ik, ik kan nog alleen maar een filmpje maken, zodat ik nog het nodige bewijs heb in mijn handen. Dit is hem nog een keer, de fietsendief en vechtersbaas. Hij is zo tussen de 20 en 25 jaar en heeft een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en had op die 18e maart een zwarte broek aan en een zwart-groene jas. Verder droeg hij grijze schoenen en een zwarte pet. Het is knap van het slachtoffer dat hij ondanks de heftige omstandigheden toch deze beelden heeft weten te maken van de dader. En daarmee moet u toch kunnen helpen die man te vinden. Hier is hij voor het laatst gezien toen hij na de vechtpartij in de Buis-Ballotstraat verder fietste in de richting van de Simons-Tevinstraat. Hier nogmaals in beeld en kijk dan eens goed naar het horloge van de dader aan zijn linkerpols, een opvallende kleur. Weet u meer over de dader of over die gestolen BMX-fiets van het merk Instinct BMX? Misschien is die te koop aangeboden. Bel ons met al uw informatie op 0800 60 70. Anoniem blijven mag ook. Bel dan 0800 7000.